De Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft sinds gisteren nog één professor erbij in de persoon van Max Huisden. Met de promotie van Huisden is er nog een leerstoel ingesteld aan de faculteit der technologische wetenschappen. Deze leerstoel draagt de naam Milieuwetenschappen met het accent op bioactieve moleculen ten bate van de milieugezondheid. Huisden zegt dat deze leerstoel heel belangrijk is voor de duurzame ontwikkeling van ons land. Willen wij vanuit deze leerstoel inspelen op bepaalde zorgpunten. En deze zorgpunten hebben dus te maken met onder andere de milieugezondheid. Niet alleen, maar ook de duurzame ontwikkeling die ons te wachten staat. Als we dat niet doen, dan lopen we kans dat we ons milieu verpesten. En dat is eigenlijk de grootste schat van ons land. Dus vanuit milieuwetenschappen willen wij eraan werken om duurzame ontwikkeling te realiseren voor Suriname. En op welke manier gaat dat gebeuren, heel kort? Wel, een van de belangrijke dingen is capacity building. Dat betekent dus dat we milieudeskundigen op masters- en PhD-niveau gaan opleiden. We doen het reeds 25 jaar op bachelors-niveau. Maar we gaan nu dus de vertaalslag maken om graduate programs op te zetten. En we gaan evidence-based research gaan we verder uitdiepen. Dat gaan we doen met lokale en internationale partners. Huisden geeft aan dat hij levenslange ervaring heeft opgedaan om deze leerstoel in te stellen. De professor begon zijn bacheloropleiding aan de Adekus en vervolgde zijn studie in het buitenland. Ik begon aan de universiteit mijn bachelors gedaan, daarna naar Amerika gegaan. 14 jaar daar verder gestudeerd. Ik heb daar 3 master's degrees mogen doen en 2 keer gepromoveerd. En ja, dit is het moment waarbij ik dus de bekroning daarvoor heb mogen ontvangen en waarbij we dus volledig dit ten voordele gaan stellen. Maar wat we willen doen is dus de studierichting uitbreiden, dus breder maken, maar ook uitdiepen. Dat wil zeggen dus masters en PhD trajecten, dus een echte research-based programma's gaan organiseren, zodat we dus meer onderzoek gaan doen en publiceren voor een duurzame ontwikkeling in Suriname. Max Huisden wil als lid van de politieke partij Alternatief 20 ook binnen die kringen ervoor zorgen dat Surinamers zich bundelen voor de duurzame ontwikkeling van ons land.